Wat zou jij doen als je te horen kreeg dat je nog maar 10 minuten te leven had? Een hele lastige vraag. En daarom was ik eigenlijk wel benieuwd wat kinderen bij mij op school ervan zouden zeggen. Vandaag heb ik het aan ze gevraagd. Als ik nog 10 minuten te leven had, zou ik aan de handrem van de trein gaan trekken en dan uit het raam springen. En ik zou uit een hele leuke kledingwinkel allemaal kleding pakken en met al mijn vriendinnen hele gekke foto's gaan maken. Ik zou iedereen die ik aardig vind, zou ik knuffelen en vervolgens zou ik alles opeten wat ik lekker vind. En boeit me niet als ik veel te dik word, want dan ben ik toch dood. Heel veel lol maken met mijn vrienden en zeg dat ik ze heel veel van zou. Ja, ik zou een hele grote suikerspin kopen omdat dat normaal niet mag. Ik zou waarschijnlijk eerst heel erg in paniek zijn, maar daarna zou ik met een auto naar de stad rijden en alle winkels leeg over die. Ik zou heel veel gaan eten. Ik zou het niet eten. Als ik nog 10 minuten te leven had, zou ik met de bus door de stad heen rijden. En dan zou ik alles omver rijden. Dat zou ik doen. Ik zou het niet eten. Ik zou mijn ijsje opeten. Je ziet het, er zijn heel veel verschillende antwoorden. Maar als ik zelf zou mogen kiezen wat ik zou doen, en ik zat op dat moment in school, dan zou ik eerst al mijn vrienden en vriendinnen knuffelen en afscheid nemen. En daarna zou ik de leraar voor gek zetten, want daar krijg je dan toch geen straf meer voor. En als allerlaatste zou ik het brandalarm indrukken, want dat heb ik eigenlijk wel altijd al eens proberen.